Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het heeft even geduurd. Volgens mij is het zelfs bijna een jaar geleden dat wij deze video voor het laatst hebben geüpload. Alleen, ja, het is weer zover. Reageren op oude video's, nummer 2. En ja, ik sta hier weer met hetzelfde kerstboompje als vorig jaar. Dus laat de sfeer gewoon maar beginnen. Het is natuurlijk de tijd ervoor en ja, let's go. Ik heb een aantal leuke beelden voor jullie uitgekozen en ik denk dat het wel leuke beelden zijn. Ik moet wel zeggen, de kwaliteit van die beelden zijn wel wat minder goed. Want ja, die waren natuurlijk opgenomen in die tijd met wat minder goede camera's. Volgens mij alleen maar mobiele telefoons, dus dat verklaart een hoop. Willen jullie nou meer van dit soort reageren op oude video's zien of zo? Laat dan even weten in de reacties. Ik zou zeggen 2000 likes en ik maak voor oud en nieuw nog een deel 3. Laten we beginnen. Allereerst zien jullie hier dus een video van, ik denk 2012 of zo. Dit was een unboxing. Het was toen net in het nieuws gekomen dat je vuurwerk kon bestellen vanuit Polen. En ja, wij maakten toen nog niet zo heel veel video's door het jaar heen. Eigenlijk alleen maar compilaties. En we dachten van, weet je wat, we gaan gewoon even testen of die website het goed doet. Voor mij was dat Pyrofans, waar we toen hadden besteld. En dat had ik volgens mij gezien bij Ruben Koet of zo, of bij iemand anders. En ja, het kwam gewoon aan. Toen heb ik er een unboxing van gemaakt en die was echt goed bekeken toen in die tijd. Volgens mij over de 10.000 views of zo. En ja, je kan wel zien dat het gewoon een slechte kwaliteit is. Volgens mij is die ook opgenomen met een iPhone, echt op een doos neergezet of zo. Maar ja, toch lachen om te kijken. Ook geen commentaar erbij of zo van hoe of wat, alleen maar muziekje en tekst. Ja, dat deden wij toen. Toch wel een mooie collectie toen de tijd. Ja. En dit was de vuurwerkshop voor de eerste keer dat we naar Duitsland gingen. Het was best wel een bijzonder moment. Je ziet al, we zijn echt helemaal hyped dat we daar waren. En dan zien we de Aldi, is echt. We zijn helemaal hyped dat we daar eindelijk de Aldi tegenkomen. Ja, het was echt ziek dat je dan allemaal Nederlandse kentekens ziet. Het is nu best wel normaal voor ons, maar toen in die tijd was het echt zo van wow. Nou ja, in ieder geval, wat ik daar nog even over kwijt was, dat was dus de allereerste keer dat wij naar Duitsland gingen. Dus het was best wel bijzonder dat we daar naartoe gingen. Volgens mij had ik toen net mijn rijbewijs ook en kon ik toen net daar naartoe gaan. Had ik een autootje ergens vandaan gehaald en kon ik natuurlijk richting Duitsland rijden. Natuurlijk had ik wat informatie volgens mij van een forum of zo vandaan gehaald. Welke plaats je naartoe moest en weet ik veel wat. En ja, zodoende kwamen we dus daaruit. Het was wel echt gewoon gruwelijk om dat voor de eerste keer mee te maken. Dus ik zou zeggen, voor iedereen die nog niet naar Duitsland is geweest rond de verkoopdagen, ik zou het echt, de eerste keer is zo gruwelijk, dat is echt niet normaal. Het is eigenlijk hetzelfde gevoel als dat je bijvoorbeeld voor de eerste keer illegaal in je handen hebt. Wat hebben we gehaald? Ja, hier, we hadden echt poepvuurwerk gehaald. Kleine inkoop. Gewoon aangekruist wat we konden zien of zo. We hadden nog niet echt lijstjes gemaakt. Maar op zich zijn dat best wel mooie beelden dit al. Als er nu een grenscontrole staat, dan zullen we één hand eroverheen leggen. Ja, waar is je handdoek? Ja, nee, dan gaan we echt in de handdoek kijken. Nee, maar één handdoek eroverheen leggen. Ah, dit is dus een van onze eerste collecties volgens mij. Allereerst. Zie je daar. En op zich was het echt een gruwelijke collectie, maar als je luistert naar het commentaar ervan. Uit Polen. Ik denk dat de meeste mensen die echt al lang op ons geabonneerd zijn deze video nog wel kunnen herinneren. Het was echt heel slecht gepresenteerd, maar het ging om het vuurwerk. Daar weer naast. Dikke Colossalutes volgens mij, FP3. FP3, ja. Dat zijn matjes uit. Voor mij was dit volgens mij een van de eerste keren dat ik ook mijn stem in een video liet horen. Dus het was best wel spannend ook. En dit was toen onze intro natuurlijk, iedereen kent. Dit is de België video. Hier zie je al dat we bijvoorbeeld beter presenteren in hoe we een collectie video opnemen. En we hadden ook toen ook wat meer verhaal eromheen van ja, dat we naar Baarle waren geweest en dat we daar inkopen hadden gedaan. Het was volgens mij ook ergens in juli of zo dat die collectievideo online kwam.
En eigenlijk vanaf toen zijn we veel gaan uploaden over collecties en zo. Want toen begon het echt goed te lopen. Dat was al juli of zo. En ja, jullie vonden dat zo ziek toen in die tijd dat we eigenlijk steeds meer collectievideo's deden. Ja, op het moment doen we het, vind ik, nog beter dan toen. Maar hier was er wel al een verbetering met als je het vorige videootje, het vorige filmpje ziet. Kijk maar. Kom bij ons eerste video van dit jaar. Onlangs zijn wij langs Barertog geweest. Om te kijken of het al druk is daar. Maar ja. Natuurlijk waren wij daar niet verbaasd over dat het daar erg rustig was. Ja, beton aan de onderkant. Dat is niet echt goed nog, maar het is beter. Als je er gewoon veilig mee om. Kleine productjes die we hadden gehaald. Ja, die zilverkekkers waren natuurlijk echt gruwelijk. Voor mij zijn die niet meer verkrijgbaar trouwens in België. Dat is wel echt super jammer. Van Salon Roger. Dat is een goede knaller voor mij. Er zit echt ook geen lijn in het praten. Alleen maar... Dat hebben ze afgelopen jaar ook gehad. En dan waren er allemaal zeer... Echt alsof er een begrafenis is. Echt serieus. Dat was alweer mijn... video. Ik zal even inzoomen. Maar goed, het ging natuurlijk om het vuurwerk en... De collectie. Ja, het is begin van het jaar. En er zal nog veel meer video's komen. Collectie. Ik zie jullie bij de volgende video. Zeggen... Ja, dit was het volgende fragment is eigenlijk een collectievideo. Volgens mij voor de eerste keer dat we echt een camera hadden. En dat is volgens mij nog maar... anderhalf jaar geleden of zo dat we toen op een camera, met een camera gingen filmen. Want zoals iedereen wel weet vanuit onze Q&A's en zo, is dat we bijna elk jaar hebben gefilmd met de telefoons. BlackBerry, iPhones en uiteindelijk zijn we anderhalf jaar geleden overgestapt naar echt een professionele camera. Of ja, in ieder geval een videocamera. En dit was eigenlijk onze eerste video. Daar was ook rond de zomer en we hadden een collectie bij elkaar en toen... gingen we daar een video van maken en de kwaliteit is al beter, maar ook het presenteren is weer een stapje beter. En zo zie je maar weer dat als je met YouTube begint, dat je steeds in alles een stapje beter wordt. Is het het editen in Photoshop of de thumbnails natuurlijk en het presenteren en de video's maken, muziek eronder. Je wordt steeds een stapje beter en dat vind ik wel echt heel mooi om te zien. Daarom eigenlijk vind ik het leuk om een video te maken zoals reageren op oude video's. Het is bijna september. En dus vond ik het wel weer tijd worden voor een collectievideo. De eerste van hier, de eerste van het jaar. Hier een onaangebroken pakje FP3 Original. Waarom ik zeg dat die onaangebroken is, omdat het is gewoon stevig. Ik vind het wel mooi. Wat een argument. Ik kan er mee liggen. Dus ja, dit was alweer de... Nu knippen we dat eruit hoor. Collectievideo nummer 1. Ik zou zeggen, houd het kanaal in de gaten, want jullie weten dat er vorig jaar volgens mij een stuk of 6 collectievideo's online zijn. Ja, toen 6 inderdaad. En, iets te veel. Ja, dat gebeurt dit jaar ook weer natuurlijk. Dit is onze eerste aankopen die we gedaan hebben in Polen en België. En er gaat meer volgen natuurlijk. Het is bijna 1 september en dan gaat het vuurwerkseizoen weer van start. Het ging natuurlijk over dat het vuurwerkseizoen weer ging beginnen. En ik dacht op dat moment van, hey, ik ga gewoon eventjes wat ik nu heb liggen even in een collectie gooien. En wat we hadden gehaald die zomer. En even kijken hoe jullie daarop reageren. En toen ging het zo goed. En toen begon het vuurwerkseizoen. En we werden steeds beter in de collecties. En leer je steeds meer hoe je moet praten tegen een camera aan. Dat is natuurlijk allemaal wennen. Maar goed, ik ben wel blij. We zijn wel blij met de reacties die we op dit moment krijgen van iedereen. Want we zijn natuurlijk wel echt... veel beter geworden in het presenteren en al die andere dingen. Dus dat is wel mooi om te zien. Dit was eigenlijk het laatste fragment. Ik zou zeggen, vond je zo'n video als deze nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. En ik zou heel erg graag willen dat je in de reactie even zet wat je nou echt vindt van zo'n video. Want dan maken we er meerdere van. Ik bedoel, het is nu kerstvakantie en... de tijd komt er weer aan de dagen, maar ik ben echt bereid om er nog eentje te maken. En dan langer en misschien wel van recentere beelden zoals vorig jaar dat we naar Duitsland gingen. Of misschien zelfs dat we naar Polen gingen. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen waarvan we nooit echt hebben over gepraat naast de beelden van, weet je. Bijvoorbeeld dat er iemand achter ons aanging, is gekomen of bij de kat 1 met kijkers. Dat was natuurlijk ook een gruwelijke ervaring. Ook natuurlijk daarover kunnen natuurlijk ook nog video's over gemaakt worden.
Dus ik zou zeggen, vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter en plaats die comment. En ik zie jullie weer morgen om 4 uur bij een nieuwe video. Ciao.